Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op Mi Alexi. Je ziet er al aan de titel. Mi Alexi wordt weer al op gereageerd. We gaan op een bepaalde video gaan we klikken. En we gaan zien welke we nog niet zien hebben. Raarste hype ever. Goedemorgen. Doe wel even. Still a nice YouTube. Still a nice YouTube. Hey kijkers, mijn naam is Alexi en super tof dat jullie kijkt in deze nieuwe video. Maar ik moet eerst nog wat zeggen, de mensen van Nederland die gaan het dus niet weten. Hiervoor heb ik dus nog een andere video gemaakt en dat was omdat ik dus ging reageren op Hotter Than Mine. Dat programma kwam in Nederland en dan was er zo lijmd of zo, auteurs rechts of zo. Ja. Dat is die video niet in Nederland kon te verkrijgen zijn. Dat weet me mensen, echt waar. Een video van 13 minuten. Echt wel waar woon je? Dus. Ja, sorry mensen. Goedemorgen, voor mij is goedemorgen of goedemiddag, goedenavond, goeiedag gewoon, oké? We gaan dus vandaag hebben over de nieuwe hype. Jenny? Of is het nu Laurel? Ik weet dat het nu is verstopt erin. Nee. Sommigen jullie ook. En wat jullie allemaal doornemen, dat jullie eerst een fragmentje horen. Dit is het fragmentje. Laurel. Ja, ik hoor dus al duidelijk, Jenny. Het is Laurel. Jongens, het is Jenny. Nee. Zijn het ze alle twee? Ik heb het al een beetje uitgelegd op Instagram. Achter zit dus eigenlijk gewoon, zijn de twee... Ja, hoe noem je dat? Geluids... Voor Jenny, waar hebben jullie gehoord? Tegen elkaar. En we wilden zo eens gaan opzoeken en dan ene keer dan is je wifi weg. En dan wil dat gewoon weer niet werken. Godverdomme! Eindelijk, we zijn toevallig veilig lukken. Met de video. Kijk wat Jux zo nou zegt. De wifi is gewoon zo. Ja, mijn wifi is gewoon op. Mijn wifi wil gewoon niks van mee te maken hebben, denk ik. Eindelijk. Iedereen die we het laten horen snapt er niks van. Is het nou Laurel of Jenny? Wat vind je hiervan? Ja, heel raar. Misschien met de klank of zo, ik weet het niet. Ja. U gelooft mij niet. Nee. Het clipje staat nu één dag op Twitter en is razend populair. Want ja, veel mensen willen het ook eens proberen. Laurel. What? Are you talking about Laurel? I only hear Laurel. Laurel. Yeah. Laurel. Zijn we dan allemaal gek geworden? We skypten met een deskundige om het te vragen. Nou, eigenlijk in dat geluid zit zowel het Jenny-geluid als het Laurel-geluid allebei verstopt. Geen zorgen dus. Er is niks mis met je oren. Je kunt dus beide namen horen. Dat heeft te maken met de frequenties. Zeg maar hoe hoog of laag geluid klinkt. Oké, en de rest leg ik wel aan het rond. Ja, ik ben gewoon veel slimmer als die vrouwen zeker. Ik ga het gewoon beginnen uitleggen. Ja, het heeft dus te maken met de frequenties. Je hebt de hoge frequentie en de lage frequentie. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker je hoge frequenties kunt horen. Omdat de naam Laurel in een lage toon wordt afgespeeld, zullen oudere mensen eerder die naam horen. Ja, dus hoe ouder je wordt, dan kan je dus de hoge frequenties minder goed horen. Dan kunnen de oude mensen horen meer Laurel. Waarom? Het is in een lage frequentie gespeeld, snap je? Maar gewoon dat je hebt klankdingen in je kop zitten of zo, snap je? Ja. Ik snap het. Volgende! De oude mensen horen dan heel vaak Laurel. En de jonge mensen horen meer Jenny. Hoor je Jenny? Heb je een beter gehoor? Als je niet beter hoor, heb je een jong gehoor, noemen ze dat. Hoor je meer Laurel, dan heb je een oud gehoor. Maar dan moet je niet denken dat ik je uitschelde voor oud of jong gehoor. Nee, maar het is gewoon zo, oké? Je kan er niks aan veranderen, oké? Ja, Alexi. Maar nu vraag ik me eerlijk iets af, hè. Kijk, we hadden toch, was dat niet in 2015, ook nog zo met die ene jurk? Ik heb nu even de jurk een paar seconden zien. Welke kleur heeft de jurk? Ja, dat is de jurk en het mysterie was er dus rond. Is hij nu wit met goud? Of is hem nu
blauw, paars en zwart. Ik zie er gewoon blauw, paars en zwart in, maar ik laat het even achter rechtsonder in de pol, want ik word gewoon gek. Maar dit had dus ook iets te maken, maar niet met jou. Met je oordingen of met je frequentie, maar door met je ogen of zo, dat er iets. Ik weet zelf ook niet. Gaan we nu even kijken naar een video van echt van de beste YouTuber ter wereld. Maar echt, ik vind die YouTuber zo top. Die YouTuber is gewoon geweldig. Ik meen dat. Hier een klein stukje van een video uit, uit zijn video's. Ja, oh, dat is een vlogger! Dat is een vlogger! Jezus, kijk die oppervlakte. Mega had dat meer gevraagd. Dat is copyright, hè jongens. Dus, dat mag niet, hè? Nee, hè? Nee. Hallo? Ja, hoor, ik ben even in de video bezig, oké? Okay? Ja, Ik heb wel u. Sorry, oké? Ja. Maar dankjewel. Ja, ja. Wat even, iemand die mij belde. Oké, maar dat is copyright, jongens. Dat is copyright. Oké? Dat hoeft niet. De mensen die dit joke nog niet wisten. Was kijk, hè? Nou. Snap je hoe grappig dat dat is? Medium-humor dus. Ja. Ja mensen, de belichting. Hoe kom je dat ik wat donkerder ben? Dan kom je ook tot iets kijken. Breek je ook gewoon mijn hele kamer af? Ja, over de Jenny en Laurel dingen. Hè. Wat jullie daarvan vinden, laat het even achter in de reacties. Jullie vinden, wat jullie vinden. Jenny. Mocht je dan paars, zwarte, jurek. Dan bedank jullie ook voor het kijken naar deze video. Zijn er nog vragen over Jenny? Laat hierachter. Wat je niet begreep of zo. Laat het achter in de rest. Laat hieronder achter in de comments wat jullie van deze video vinden. Weer al een nieuwe reageer op Mia Alexie. En wat jullie horen, horen jullie Jenny of horen jullie Laurel? En wat zien jullie? Zien jullie de wit-gouden jurk of de paars-zwarte jurk? Laat het eventjes weten in de comments. Ik pin de comments die ik het leukste vind, pin ik vast. Top comment, en de top comment die krijgt een like van mij en een hartje. En daarop reageer ik op de topcomment. Like deze video, abonneer, reageer en you